doelstelling van vandaag. Het moet vandaag gewoon een feestelijke dag worden. Wij gaan zo meteen Broekum opruimen. Met meer dan, of bijna 300 kinderen. Een heleboel ouders, de juffen en de meester. En ik heb zelfs begrepen dat de burgemeester zo meteen ook nog komt. Om daar iets aan te doen. Dus het wordt breed gedragen. Het project, het zwerfafvalproject, is een samenwerking tussen de gemeente Valkenburg, de scholen in Valkenburg, er zijn 4 scholen in Valkenburg die meedoen, en het CNME. En iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. En het kan bijna niet anders dan dat het vandaag gewoon een hele leuke dag gaat worden. Met het zwerfafvalproject en als dat nou werkt en niemand gooit ooit meer wat op straat, dan heeft hij geen werk meer. Wat moet hij dan doen? Ja, wat gaat hij dan doen? Wij hebben andere werken, dus we doen niet alleen huis vuil en straatvuil. Dus we doen ook verkeersborden en zoiets. Denkt u dat het zwerfafval nog zal verminderen van de vorige jaren? Nee, denk ik niet. Dat blijft toch steeds hetzelfde. Is het zwerfafvalproject ook voor volwassenen bedoeld? Dat zou ik maar denken. Jullie geven het goede voorbeeld. Is het een landelijk probleem? Het is een landelijk probleem, inderdaad. En dat is heel erg, want uiteindelijk zijn kinderen hier iets aan het doen wat eigenlijk niet nodig is. Want als iedereen zijn eigen troep zou opruimen, was dit project niet nodig. En ik denk dat mensen daar ook heel veel lering uit trekken als ze dat dadelijk op de televisie zien. Dat het eigenlijk erg is dat kinderen de rotsen van grote mensen moeten opruimen. Gooit u zelf wel eens wat op straat? Nee. Als u afval ziet, wat denkt u dan? Ja, dan denk ik zo, waarom is dat nodig? Hè? We zijn een toeristenplaats en wij moeten allemaal meewerken om mensen naar Valkenburg te laten komen. En als mensen allemaal dat vuil zien, zeggen mensen, joh, wat een vuile plaats. We komen niet meer. Hè? Het heeft ook zijn andere, van de andere kant zijn uitwerking voor het inkomen van heel veel mensen, van ondernemers en zo. En het is een kleine moeite voor je troep op te ruimen. En ja, jullie geven een goede voorbeeld. En dat onderschrijf ik van harte. Maar laat dat ook nu een leerling zijn voor volwassenen, dat we daar anders mee moeten omgaan. Wel eens mensen wat op straat gooien. Zeker. En ook vanuit auto's. Hè. Er wordt zomaar eventjes weggekiept. Hè. En dan erger ik me mateloos. Hè. Dan zou ik er wel achteraan willen rijden, naartoe willen gaan. En die mensen erop wijzen, want doe dat niet. Of bij wijze van spreken het weer oppakken op straat en weer terug in de auto gooien. Maar ja, dat mag weer niet. Maar ik zie het vaak en ik erger me dan ook heel erg. Heeft u ook nog een tip hoe je mensen kan aanspreken of zoiets? Ja, de mensen moesten eens weten hoeveel geld het kost om het allemaal weer op te ruimen. En daar zouden we met elkaar op kunnen verdienen. In de zin van, als we zelf ervoor zorgen, dan hoeft de overheid, de gemeente niet zoveel geld te betalen. Het heeft te maken met fatsoen. En fatsoen moet je gewoon doen. En mensen moeten leren dat dat niet kan. Want het is gewoon milieuvervuiling. Het kost ons handen vol met geld. In de gemeenteraad moeten we heel vaak discussiëren waar we het geld aan uitgeven. En als we een aantal honderdduizenden euro's per jaar moeten uitgeven om rotsje op te ruimen in Valkenburg, dan is dat gewoon te gek voor woorden. Is het zwerfafval al verminderd in andere jaren? Ik heb het gevoel dat het een tijdje geleden minder geworden is. Ook wel omdat wij, maar dat kost dan weer geld. Maar goed, dat zegt de gemeenteraad ook, dat moet je ervoor uitgeven. Zeker ook in Valkenburg, vele maanden lang heel veel mensen
hier hebben werken die dat heel goed opruimen. En dan zie je dat het opgeruimd wordt. En dat is vaak een goed voorbeeld. Dus jullie actie, dat zal ook zeker ertoe leiden dat het de komende tijd weer even wat minder is. Maar als het dan weer wat langer duurt, dan zie je toch weer dat mensen het weer vergeten zijn of niet zo belangrijk vinden. En dan neemt zwerfafval weer toe.